Maar weer opnieuw. Door dat zuimen zuim. Nee, opnieuw. Je bent door. Ja. Begin maar gewoon opnieuw. Doe maar. Ja, soms heb je als leraar het gevoel, word ik hier nu gedist door een leerling of niet? Deze week 5 voorbeelden hiervan. Voorbeeld 1. Kevin. Sollicitatiebrief. Wie is er nog niet aan de beurt geweest? Kevin. Goeiedag. Waarom? Wat betekent de afkorting C... Hallo, Bilal, even opletten. Wat betekent de afkorting CV? Wat is dat? Curriculum vitae. Ja. Curriculum. 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 Lukt dat nou? Curriculum. Gaat het nog wel lukken vandaag? CV is... Curriculum. Curriculum. Laat me nou, geef me tijd. Ja, ik geef jou tijd. Ik geef jou... Curriculum. Curry. Kevin, ik kom zo even bij jou terug. Ja, en dan ga je even oefenen, een beetje... binnenshoofds. Ja? Ja. Goed, oké. Sollicitatiebrief. We gaan even een sollicitatiebrief schrijven. Zit Kevin mij hier nu te dissen of kan hij echt het woord curriculum vitae niet zeggen? Wat denk jij? Voorbeeld 2. Shannon. Iedereen heeft zijn boeken voor. Nou, iedereen. Shannon, hallo. Ik zie dat jij nog niet de boeken... Ik heb mijn schrift. Ja. Nou ja, dus geeft dus helemaal niks. Maar je boeken. En ik heb een pen bij me. Nou. Je hebt een pen bij je, ja. Top man. En ik heb een map bij me. Is dat niet toevallig je boek in? Of? Nee, dat is gewoon om aantekeningen te schrijven. Ja. Ja, wat moet ik hiermee? En ik heb een flesje drinken bij me. Mijn boeken niet. Ja, maar heb je je boeken bij je? Wat heb je daar aan? En ik heb mijn deo bij me. Ja, maar heb je je boeken? En ik heb mijn OV bij me. Shannon. En ik heb mijn oordopjes voor eventueel luisteropdracht. Precies. Shannon, wacht even voordat je alles... Mijn mascara. Je mascara, oh, ook belangrijk, maar mijn lipstift. Ja. Oogpotlood. Wenkbrauwpoeder. Shannon, je boeken. Is dat trouwens, dat tasje, past daar überhaupt wel een boek in? Ja, echt hè. Oh. Dus je daar je boeken in. Ik heb er nog één, mijn sjaal. Ja, maar Shannon, hallo. Een extra trui voor als het koud wordt. Shannon met een grote glimlach, een beetje onschuldig, maar ondertussen zit ze me flink te dissen. Toch? Wat denk jij? Voorbeeld 3. Dori. We gaan allemaal werken. Zakelijke brief. Ja? Oh, ik hoor een gaap. Ik zie een gaap, ik zie nog een gaap. Ja, en ik zie een vinger. Ja. Oké. Kan een zakelijke brief ook niet zakelijk zijn? Wat? Kan een? Of een zakelijke brief ook niet zakelijk kan zijn? Ja, nu zeg je eigenlijk precies hetzelfde, maar je geeft mij niet meer informatie om deze vraag te begrijpen. Dus wat de of een? Kan een zakelijke brief niet zakelijk zijn? Nee. Oké, dankjewel. Ja. Zit Dori me nou hier te dissen of is dit echt een serieuze vraag? Ik heb echt geen idee. Wat denk jij? Voorbeeld 4. 4. Ayra, wil jij beginnen met alinea 1 bovenaan lezen? Ja. Edwin de Vries en Taylor Hormon vertellen... Ja? Nu stoppen? Nee. Gewoon doorlezen, alinea 1. Over het dagboek van Anne Frank. Wat is de belangrijkste? Nu, klaar. Ik schat door. Wat? Ayra, gewoon doorlezen, ja? Strekking van hun woorden. Anne Frank maakt hem bewust gemaakt van de gruwelen. Ja, nu klaar. Ayra, serieus, ik zeg wel wanneer je moet stoppen. Doordat zij met de fiets op haar rotonde is aangereden door een auto. Ja? We hadden toch nog een Ja. Hallo. Begin maar even overnieuw. Overnieuw? Ja. Je mentor, mevrouw Dori, heeft een ongeluk gehad. Ja. Doe maar. Begin maar weer opnieuw. Doordat zij met haar fiets... Nee, opnieuw. Je mentor. Ja. Begin maar gewoon opnieuw. Doe maar. Mevrouw Louise Timmermans heeft een ongeluk gehad. Doordat zij met haar... Ja? Ja, Ayra, serieus. Ik zeg wel wanneer je moet stoppen. Goed, oké, begin maar. Dus? Ja? Hallo? Ik zeg toch dat ik moet stoppen? Ja. Ja, ja. Oké. Jij kan ook gewoon zeggen dat je geen zin hebt in voorlezen, hè? Ja, ik wou het wel lezen, maar als je zegt dat ik moet stoppen, dan stop ik wel, ja. Goed, ik ga iemand anders een beurt geven. Ik wil na de les even... Nou, nee, ik wil niks na de les. Het is goed zo. Ja. Snapte Ayra nu echt niet dat ze gewoon door moest blijven lezen? Of zat ze me te dissen? Wat denk jij? Voorbeeld 5. Maxime. Dames en heren, ik kijk jullie allemaal... Ik kijk met één oog... Kijk ik... Kan dat? Ja, met één oog kijk ik triomfantelijk. Zie je dat? Maar mijn andere oog is een beetje geknepen, want er zijn een aantal mensen die hun boekenlijst nog niet hebben ingeleverd. Ik wel. Hè? Ja, ik zie vragen met blikken. Ja, jij wel. Ik denk dat de mensen heel goed weten. Want eigenlijk is de datum al verstreken. Oh! Wat is dit? Maxime, je lacht nog gelukkig. Ja. Maar wat doe je daar? Niks. Leerlingen die van hun stoel afvallen. Altijd lastig te beoordelen of ze dat nou expres doen of niet. Wat denk jij? Zat Maxime hier te dissen of niet? Laat het me weten in een reactie. Ondertussen zijn we in 2018 beland. Hoera, het is gelukt. Iedereen een heel gezond en een gelukkig 2018. Maak er het allerbeste van. Geef nog een duimpje omhoog als je een leuke video vond. Word abonnee Facebook, Instagram. En dan zeg ik gegroet. Gij allen en tot... Ja hoor, tot de volgende week. Groetjes, hoi.